En go. Vanavond gaan we naar het Comedy Theater aan de Nes. We gaan daar kijken naar Opsterk Water. Vanavond hebben zij improvisatiecabaret wat helemaal draait om het begrip verjaardagfeestje. Ik ben benieuwd en we gaan even kijken wat het is. Noem eens een hele mooie plek waar je ons mee naartoe zou nemen als toerist. Avignon. Avignon. Prachtig. Waarom Avignon? Dat is toch een mooie stad. Oh, Barcelona. Barcelona. Maar zeg maar iets waar je zelf ook iets kan laten zien. Dus bijvoorbeeld de Dom in Utrecht of... Het Mosterdmuseum. Gaaf zeg. Waar is dat? Even vergeten. In Doesburg hoor ik net. Oké, en stel nou dat je in het Mosterdmuseum loopt met iemand. Waar zou je ruzie over kunnen krijgen? Een klein dingetje waar je daar ruzie om krijgt. In het Mosterdmuseum. Een hotdog. Een hotdog, oké. We krijgen ruzie om een hotdog in het Mosterdmuseum. Wij beginnen in het Nederlands. Steeds als dit klinkt, dan schakelen wij van het Nederlands in een niet verder te definiëren taal. En als het weer klinkt, zijn we terug in het Nederlands, in het Mosterdmuseum. Mag ik uw bestelling opnemen? Eén hotdog alsjeblieft. Met of zonder mosterd? Met natuurlijk. Het was een trickvraag. Strikvraag. Zeg, ik weet eigenlijk niet zo goed, dank u wel. Niet zo goed wat nou eigenlijk zo bijzonder is aan al die mosterd. Hoezo wat niet bijzonder is aan al die mosterd? Nou, werkenter. Vallen torma vallen token torte met kleten torma fout. Skip me voor de skirk, ik ga me voor de kluske mosterdzaadje. Daar komt al dat prachtigs uit. En u vindt dat niet bijzonder? Nou, dat snap ik. Ik kan er niet zoveel aan vinden. Er vangen toch een vlotten torma. Kijk, ik kan mij het schelen, maar Abraham een verdentert. Nou, kabasko. Alle beskering van de school. Alle kut. Schoon die hotdog terug hebben. Dat. Eerst even. Rukoepoepoe. Schud ik erop. Respect voor het Mosterdmuseum. 3, 2, 1. Ik heb. Ik heb een verdentertend kleur. Kolo, kolo, door de barosko. Ik ben de buurt veel uitbundiger, hè? Ja, ja, ja. Ik. Heel cool, cool. Schoon ik een Pollack Museum. Ik heb respect voor het Valkentopermuseum. Nou, dat was Sterk Water. Toch echt heel goed gedaan allemaal. Sommige stukjes zijn wat flauw eigenlijk, maar als je alles met elkaar bekijkt, hoe is dat allemaal elkaar gewoon lullen op het moment zelf, dat is er echt wel petje af. Dus het was een hele leuke avond. Iedereen zal er een keer heen moeten gaan om het een keer te zien. Dit was Tapperu voor Check Out.